Nou, ze hebben dus in totaal 10 punten verloren in de laatste minuten van de wedstrijd. Mm-hmm. Dus het afgelopen weekend was dat 10 punten. En als ze die 10 punten dus niet hadden verloren, hadden ze dus eigenlijk... Het is allemaal als-als. Hadden ze nu in punten gelijk met PEC Zwolle de koploper gestaan. Dik bovenaan, ja. Ja, maar, bovenaan. Is trouwens ook wel weer een compliment aan de andere kant. Hè, dat de MVV het... Dat hadden we vorig seizoen niet verwacht, dat de MVV het zo goed zou doen. Nee. En met leuk voetbal bij tijd en wijle. Ja. Ja. Maar dan is dan toch de vraag, hoe krijg je dat dan nou uit? Nou, Maurice van Bern is beste trainer van de tweede periode. Nou, ja. Hoe gaat hij dat doen? Nou, ik weet van mijn tijd, werd vaak gezegd, als je voor staat ergens, 0-1, 1-2, dan komt geen bal meer in de 16. En dat probeerde hij ook van middenveld al die druk te zetten, dat die voorzet niet kon komen. Ja. En ik zie dat soms wel eens ballen vallen, waarvan ik denk, oh... Ja. Maar Mario, is het hem dat niet, dat de helft van de selectie denkt van, oeh... We gaan teruglopen. En de andere helft denkt, we moeten toch die druk blijven zetten. Ja. Want zo zijn we aan die voorsprong. Van het dat er dus net die twee eenheid in het team komt. En dan gebeuren zulke dingen. Ja. Nou goed, je zegt net ook, de trainer zegt zelf van... ook de staf rekent zich dat aan. Maar ik denk, ja goed, Mark Luipers en hij, die hebben ook ervaring gehad. En Luipers, verdediger, die weet eigenlijk ook hoe het spelletje gespeeld wordt. En kan toch ook duidelijk... Ik denk dat hun die aanwijzing ook wel geven. Maar er is dan blijkbaar toch iets in die ploeg, wat je zegt... Dat misschien en de helft dat doet en de andere helft dat doet op dat moment. En net op die moment dat die bal ervan. Maar het is ook in sommige gevallen gewoon pech. Ja, tuurlijk. Ik heb MVV bijna alle wedstrijden thuis dit jaar gezien. En de eerste wedstrijden die ze thuis gewonnen hebben, er zaten er ook wel een paar bij waar ze gewoon gewonnen hebben. Maar eigenlijk een gelijkspel verdiend was geweest. Dus waar je er nu 10 mist, heb je er misschien ook naar 5-6 wat... Hij gewonnen al. Dus on average. Maar ik denk wat je net zei. Thuis stonden ze 2-1 achter 5 minuten. Kijk, tegen de Graafschap vorige week wordt dat denk ik ook in die laatste minuten 2-2. Maar als ze eerder die 3-1 hadden gemaakt, die kansen hebben ze gehad. En daar zit het wel in veel wedstrijden. Ze moeten eigenlijk dat gat van 2 moet je zien te maken. Dan komt er denk ik wat meer rust en vertrouwen in het team. Want het is toch al met al een jong team. En ze leven misschien, als je naar het hele seizoen kijkt, een klein beetje boven hun stand. Maar goed, weet je waar je nu staat, dan ga je er ook voor. En dat is wel het mooie van dit team. Want ook tegen Den Haag. Ik bedoel, ze zijn niet afgegaan en hebben met 4-5-0 verloren. Verre van. En af en toe ook een klein beetje. Zo'n bal, nu de laatste ook. Die valt dan toch net even goed bij een speler. Ja, dat heb je wel.